Sinexta é a agência de Corsó, caminho nós de Sorupa, a três inversionistas para Corsó. Essa é a nossa cena em diferentes partes do mundo. Nós fazemos bom uso de conferência na maneira essa aqui em Kratzburg. Quando nós põe a pessoa adequada, como nós queremos, como bem invertir em Corsó, a economia. O que você faz para o Sinex em abril agora aqui? Bom, para nós, nós não estamos diretamente com a factura, mas para nós mais é a companhia que vai abrir, qual é o mês, que interessa a factura junto com nós. Então, para nós é a companhia em geral, de diferentes setores, então, esse é o interesse que tem a factura junto com nós. Qual vai que dia de Javi? Eu estou fazendo bom. Visitante, né? Sim, tenho um interesse. Eu vi a Badamira que era na terceira, quando eu sigo o Corsó. Se nós agradecemos por essa nossa oportunidade para um Tucurã. E também nós assinamos para três Corsó, mas no conhecimento de para a comunidade Tucurã. Tem um website que ele não mostrou o ar, se não tem interesse em Sinex e não poderia aqui na AWE? Seguro. Nós vamos treinar subir para www.cureinvest.com. E vou pôr toda a informação de nossa agência e aqui com nossa identificação para Corsó. Como é que você faz o que de ADC? Boa tarde. Boa tarde. Como é que você faz o que você faz em Corsó? Ok, tem um artigo, ADC é um laboratório na Corsó, com diferentes tipos de esporte, nós fazemos microbiologia, clínica, química e patologia. Eigenlijk, tudo o que você tem que fazer com o laboratório nós fazemos. O que é a vacatura na maneira de agora que abrir? Nós temos diferentes vacaturas a abrir, riba gebied de IT, mas também medische specialisten, dus klinisch chemicus, arts, microbioloog, patoloog. Dus zowel back-office als front-office. En de maneira de pedir, dan moet je experiencia hebben of studenten, dan moet je ook hebben die graag wat aan hebben voor sollicitatie? Sí, nós está open para papiecoturende, as long as a professional. Então, eu sigo a Cabo School, vou acabando, vou erfar em tour, está welcome. De maneira que uma estagiária também pode vir? Sim, sim, nós somos uma estagiária, mas a tour costa a fangla de perfil de pessoa, então nós por papia com ela, então vacinando feito. De maneira que você gostou precisamente para emigrar de Sibir, qual vai que dia tchau? Está para ter hobby interesse? Sim, hobby interesse, hobby druk, me diga que é bem bezocht. Então, já, nós estamos junto com o hospital e outro partido na Corsó, então isso cria uma boa sinergia de Huki e Corsó, a minha mesa. Você está satisfeito com ele? Sim, seguro, seguro. Sim. Ok. Tem um website que agora subi bem, não tem um número, então você chega com um toque, tem contato com a ADC, se não tem interesse? Sim. Turene vai www.adcnv.com e riba tem tua informação e tua vacatura que nós temos abrir agora. Ik sta bij de stand van Bank Monero Back samen met de heer Hans Evers. Meneer Evers, goedemiddag. Hallo. Roy. Vandaag is het hoeveelste keer dat jullie hier staan? Nou, we hebben, ik denk nu de 11e keer dat we hier staan. Okay. We zijn, want de stichting bestaat 2007. En in 2008 zijn we begonnen, dus dat is het de 11e keer, ja. Oké, okay, wat doet uw stichting precies? Ja, onze stichting die probeert altijd onze eigen mensen weer terug te krijgen naar het eiland. En dan praat ik over onze eigen mensen, dan praat ik ook over Curaçaonaar of Arubanen, gewoon onze eigen mensen die zijn gaan studeren. En dan in dit geval naar Nederland, hè, want we staan nu in Nederland. En dan zeggen wij van, kom terug, wat doe je hier? Hè? Nee, het is zo dat er gestudeerd wordt en na de studie dat we dan zeggen van nou, oké, probeer terug te komen. Lukt niet altijd, en dat snap ik ook wel hoor, ja, dat je zegt van nou, ik voel me toch prettig in Nederland en ik heb een leuke baan of ik heb een man of een vrouw, een partner in één keer gekregen die interessant is en ik blijf in Nederland. Maar toch zeggen wij van kom terug, want we hebben jullie nodig. Richt uw organisatie zich op young professionals alleen of ook mensen die dan geen diploma nu hebben? Wij zeggen in hoofdzaak van young professionals, okay. Dat is als eerste. Maar je, elke leeftijd, ook al ben je gepensioneerd, kan je zeggen van nou, en nu is het tijd om terug te gaan naar Bonaire. Of te zeggen van nou, ik stop ermee hier in Nederland en ik ga naar
Bonaire toe. En dat mogen Europese Nederlanders ook zijn hoor. Want het is niet zo dat wij discrimineren en zeggen van nou die mogen wel en die mogen niet. Maar ja, ik ben af en toe nog wel eens teleurgesteld. En teleurgesteld in, kijk, de Europese Nederlander die zegt nou we komen hè. We gaan direct en we willen uit Nederland. En wij willen graag de Antillianen die twijfelen. En ik snap wel waarom hoor. Kijk, want een Europese Nederlander zegt heel gauw van, nou dat proberen we dan wel. Dus die gaan niet terug. Die gaan heen. Ja. En die kunnen altijd nog terug. Okay. En dat is een groot verschil. En daarom is de afweging van, zeg maar, de Antillianen is moeilijker als voor de Europese Nederlander. En doen jullie ook huisvesting, zoeken voor de mensen die gaan immigreren? Of? Nee, we hebben dus, we gaan geen huisvesting zoeken, maar we hebben dus in de afgelopen jaren, en we praten dan over 12 jaar nu, hebben we dus juist met Groene Zoon Casponeriano gesproken van, luister, we moeten zorgen dat er ook woningen zijn. Ja. Dus, ik zeg niet tegen de mensen die terug willen dat ze dan dat ik hun help om een woning te zoeken. Nee, ik zeg tegen Casponeriano, tegen Ben Olianus, vraag ik van nou doe je best om een woning voor onze mensen weer te krijgen. En een woning kopen, dat kan altijd. Maar dat is vaak niet mogelijk, in het begin niet. Dus, en in het begin was het ook zo, en dan praat ik dus over 2007, toen zei iedereen van, nou, er zijn geen woningen op Bonaire, dus ik kom niet. Of er zijn geen vacatures op Bonaire, dus ik kom ook niet. Want dat zijn wel de belangrijkste dingen natuurlijk, als je terug moet komen. Maar nu zijn er dan voldoende vacatures, of welke zijn de branche het meeste vacatures opgesteld? Nou, de meeste is nog steeds onderwijs. En de tweede is, in dit geval 2018, is dat de overheid. En dan praat ik over Rijksoverheid en de lokale overheid. Dat zijn eigenlijk de twee grote. En dan heb je de zorg. Dus dat zijn de drie eigenlijk die nog steeds, en dat is eigenlijk ieder jaar zo, dat het de grootste of de meeste vacatures zijn. En hoe vond u het gisteren en vandaag gaan? Was het tent veel bezocht? Ja, het is overweldigend. Hè? De mensen die. Ja, er zijn verschillende pluimage. Want er zijn mensen die zeggen van nou, ik ga weg. Ik ga naar Bonaire. En dan beslissen ze hier van dat ze naar Bonaire gaan. Dat is een goed teken, hè? Nou, ik weet het niet of dat een goed teken is. Ik zeg dan altijd van, ben je al op Bonaire geweest? En dan zeggen ze nee. Ik zeg, ga eens beginnen met eerst naar Bonaire te gaan. En dan weet je of je dat wil, of je dat kan. Want het kan ook zo zijn dat ben je op Bonaire geweest. En dan zeg je van, nee, veel te klein. Dat is er niet, er is geen verkeerslicht, er is geen file, er is geen... Want dat zijn allemaal gewend. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je moet gewend. Ja. Dus ik vind het altijd belangrijk, en dat zeg ik hun altijd, de mensen altijd van, zoek een baan, want dat heb je nodig. Maar begin met te kijken of je wel naar Bonaire terug wil. Maar terug willen, hoef je eigenlijk niet naar Bonaire, want je weet het al lang. Ja. Want jij weet ook hoe de eilanden eruit zien. Jullie hebben veel groter voordeel, omdat je dan zegt van nou kijk, ik ken de cultuur. Ik ben al gewend in die cultuur. Ja. Maar die Europese Nederlanders, die weten dat niet. En daarom zeg ik, adviseer ik eerst om dat te gaan doen. Want anders dan krijg je grote teleurstelling. Er zijn heel veel mensen zijn er gekomen en ook weer gegaan. En als ze met jonge kinderen gaan, oké. Maar met pubers, ja, dat lukt niet altijd. Dan zeg ik van nou, dan is het groot probleem. Hebt u misschien een website waar mensen die niet aanwezig konden zijn even kunnen kijken? Ja, nou, we hebben onze website natuurlijk van www.bonairebonaire.nl.
bankbonerenbank.com. Okay. En daar staan alle vacatures op? Daar staan alle vacatures op. En daar is eigenlijk, als je gaat kijken, de vacatures staan daar 2 maanden vacatures op. Dus als ze ouder worden, dan vallen ze eraf. En iedere keer krijg je nieuwe vacatures. En we hebben dus in het afgelopen jaar 264 vacatures gehad. Oké, dat is wel goed. Alleen Bonaire. Alleen Bonaire. Dus wij groeien, dus het eiland groeit enorm, maar heeft veel mensen nodig qua kennis. Ik sta hier met de plaatsvervangend gevolmachtigde minister van Sint Maarten, meneer Michel. Meneer Michel, goeiedag. Goeiedag. Het is de eerste keer dat Sint Maarten bij de immigratiebeurstraat opvalt tot nu toe. Nou, is inderdaad onze eerste keer. Het vervalt. Ik heb er zo naar mijn zin. Okay. Ik heb er geen spijt van dat we hebben deelgenomen aan de immigratiebeurs dit jaar. Oké, in welke branche hebben jullie het meeste vacatures? Een zorg hebben we en een onderwijs. Dat zijn de 2 beroepszaken waar we dan zoeken. We zoeken ook een beetje met de wederopbouw. De wederopbouwbureau wat we hebben. Er staan wat kritieke functies nog openbaar. En daar zijn we ook een beetje op zoek naar. Oké, en hoe was het met de... Met de bezoekers, waren er veel vragen naar de vacatures? Ja, ik stond een beetje verbaasd van hoeveel mensen toch komen kijken. En eerste keer, een kleine standje hebben we hier. Maar ze komen toch vragen van wat heb je nog allemaal op de markt? En dan vertellen we wel van zorg en onderwijs. En ze vragen, zijn er nog meer dingen, misschien technische dingen? En hun vragen waren echt legit. En ze hebben wel interesse om naar Sint Maarten te gaan op een of andere manier. Oké. En regelen jullie ook het proces van emigreren naar Sint Maarten, dus met betrekking tot woning en dergelijke? Nou, de immigratiedeel dat wordt wel geregeld en dat doen we dan via het kabinet. En Javier, onze consulair, hij regelt al die zaken. Dus dat is mooi dat we hier als een team samen staan, want hij kon dat gelijk uitleggen aan de mensen als ze er vragen over hadden. Wat is jullie website? Iemand die niet aanwezig kon zijn, die kan op uw website dan kijken. Nou, de website van het kabinet is kgmsxm.nl. Oké, en daar staan alle vacatures erop. Dat gaan we erop plaatsen. We hebben daar wat vacatures op staan, maar na de immigratiebus gaan we nog meer vacatures erop plaatsen. Okay. Even met meneer Steven. Hij kwam voor het eerst een aantal jaar in 2015. Toch? 2015. Ja, naar de immigratiebeurs en kreeg een baan aangeboden en is naar Zweden geïmigreerd. Ja, Noord-Zweden. Dus kunt u ons vertellen hoe het ging? Nou, ik heb de baan, ik heb dus eerst de beurs bezocht in 2014. Toen ben ik nog een keer terug geweest in 2015. En toen kreeg ik dus een uitnodiging om op het gesprek te komen. En ik kreeg gelijk in juni 2015 ben ik naar Noord-Zweden gevlogen met een vliegtuig. Heb ik dus een sollicitatiegesprek gehad. En die zeiden gelijk van ja, je kunt morgen beginnen. Dus, maar toen heb ik dus gezegd ja, ik wil wel met mijn hele familie emigreren. Dus toen zijn we teruggegaan naar Nederland. En 6 weken later ben ik teruggegaan naar Zweden. En zijn we officieel geëmigreerd met de hele familie. Had je ook kinderen mee? Ik had 5 kinderen mee, die waren toen 16, 15, 14, 12 en 10 jaar oud. En die kinderen die hadden eerst een beetje moeite met het leren van taal. En een beetje ja, op zich gemak voelen. Maar nu is het zo dat, nu zijn ze helemaal ingeburgerd. Ze spreken vloeiend Zweeds. Dat heeft ongeveer een jaartje geduurd. En ze zijn helemaal tevreden, ze willen niet meer terug naar Nederland. Dus, het was een goede keuze en de kinderen die hebben nu al een baan, eigenlijk al een zekerheid van een baan in Zweden. Dus ze kunnen precies doen wat ze willen. We krijgen een volledig vergoed de school, zeg maar, ziektekostenverzekering, dus ze hoeven niks te betalen. En die doen het uitstekend op school. Die willen niet meer terug. Dus, ja. En vandaag bent u dan terug naar Nederland voor het immigratiebeurs? Ik ben nu alleen terug voor de immigratiebeurs. Ik ben nog niet op vakantie geweest in Nederland. We hebben ook eigenlijk helemaal niet de intentie om dat extra te doen. Als familie wel informatie wil hebben en wil komen kijken, dan zeg ik nou, kom maar naar ons. Dat is veel leuk. Dus tot zo. Kunt u ons vertellen over dit? Dat is rendiervlees. Dat staat ook bij ons op de t-shirts. We hebben heel veel rendieren in Noord-Zweden. Dat zijn met name de Sami's die daar zeg maar de eigenaren van zijn. En die doen ook rendiervlees roken en zouten. Om mee te nemen als ze zeg maar, met de rendieren
de bergen ingaan, de bossen ingaan. Want die moeten ook eten. En die worden dan daar, zeg maar, ja, dat is een soort weideland. En dan worden ze in het najaar worden ze weer teruggehaald. En dan worden ze in de winters worden ze weer op een speciale plek gestald. Waar ze dan de winter over, ja, overwinteren. En dan in de zomers gaan ze weer terug naar de weiland waar ze grazen. En van de rendieren wordt dus inderdaad een gedeelte vlees gebruikt om te verkopen voor ja, consumptie. En is dat een lekkernij? Dat is, ja, dat is een lekkernij, maar dat wordt ook gebruikt als gewoon eten voor onderweg. Als ze dus inderdaad met die rendieren en de bossen in gaan, dan moeten ze ook iets meenemen om te eten. En dat moet makkelijk zijn, het moet ook ja, gewoon goed houden. En dan is dit ideaal, want het, ja, dat verschilt niet. De rendieren niet. Eten zijn? Nee, de rendieren niet. De rendieren eten van de, gewassen, alleen de mensen. Oh, okay. De rendieren eten zeg maar, van het gras en van ja, bomen en alles wat ze daar kunnen vinden, besjes. Maar wij eten dus het rendiervlees. Oh, okay. Ja.